Boombara bang, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we in Spanje, Valencia. Wat gaan we doen, jongens? We gaan naar een Japans restaurant, Japanese. Het heet Kyoto. Hey, Kyoto! Kyoto is? Dat is een stad in Japan, in het zuiden, en het is heel mooi. Echt? Ja, serieus, Kyoto. En daarom is dit best wel een speciale restaurant, want het is binnen vreemd. Tenminste, dat zag ik op een paar plaatjes. Vreemd? Ja, we gaan het gewoon zien, toch? Hoe noem je de voorhoofd zich? Oh, maar dan komen die andere boys ook. Ja, daar zijn we te veel. Dus komt Dylan samen met Bram en Jochem. Van Bram en Jochem. Gewoon Nederlandse naam, Dylan. Dylan is geen Nederlandse naam. Wist je dat Dylan oorspronkelijk komt uit I don't give a damn. Ethiopië. Shit. Oh my god. Zet die camera uit ofzo. Mensen, luister. Er staan gewoon mensen in de rij. Dus deze restaurant is vast wel populair of lit. L-I-T. Want oprecht. Het is 10:30 en we staan allemaal in de rij en buiten. Ik weet niet eens waarom, hè, bro. Het zou iets van goud moeten zijn daar binnen. Maar dan moet die bedrag dus ook hoog zijn, want iedereen is op date. Ik heb geen geld. Jongens, John heeft scheid, hij loopt gewoon naar binnen. Bro, en het, waar zijn we? Je moet echt niet meer horen, dude. Fuck. Boys, het is spiegels. Hé, kijk wat nou. Dude. Ik word blam. Oh, sorry. Daarom zeg ik, dit is best wel futuristic. Boys, ik zie te veel spiegels. Wacht, dat is ook lusso. We zijn verkeerd. Wat? Hoe het ding, bro? Je hebt nog. Wat kan er binnen dan? Hoe het ding? Helemaal zin, joh. Waar hebben we gereserveerd? Carlo, gekke tent, wat? Wacht. Kom lusso. Ik krijg paniek. Ik ga naar wc. Kom, ga wc. Kijk op die wc. Yusuf, warm toilet. Ah. We are in Chinatown. Hey, John, als je het niet erg vindt. Hey, bro. Dit is wel echt de lauwste restaurant ooit, bro. Wat? Maar kijk dit. Kijk. Ik ga even plassen als je niet erg vindt. Ik wil bijna zitten in het plassen om het verwarmen te Je was aan het genieten, hè? Wat een ervaring. Broer, als je hier zo om je heen kijkt, toch? Je ziet dit. Je zou denken, een sprullenbak. Vamos a ir, let's go. Okay. To the future. Future. We go to the future. Are you ready? We are ready. It's for you. For me? Yes. Obitipkan. Welcome. Wallah. Wow. Wow. Edi, je ziet jezelf ooit elke spiegel gewoon hier. Wow, dit? Oh, oh, hij heeft ons gebambeld. Hey. We moeten echt gaan proppen. Hij weet je waarom? Hij dacht gewoon, weet je wat, fuck it, ga maar, je ziet zelf wel wat die probleem is. Ja, ik zeg eerlijk op 3-3. En dan moet ik, ja. 3-3. Bambel hem gewoon 3-3, bro. Dat is een gek restaurant, man. Het voelt zo nep. Het voelt alsof ik net ben. Maar besef, hè, waar wij net waren, dat is heel oud en mooi. Ja, hiernaast heb je oud. Guys, we gaan nu eten bestellen. Kijk wat ze hebben voor ons. Kijk hoe die binnen uitziet. Kapot gek. Oké, maar waar staat bestel? Oh, voel me nu. Oh my days. Bro, ik begrijp niks van wat hier staat. Oh, nee, je moet bij die mensen bestellen, dus eigenlijk maakt het niet uit. Dat is niet zo'n online tory, dit is gewoon hier bestellen. Wat er nu net is gebeurd, die man zei tegen ons, jullie hebben het begin gezien. Oké, ga maar gewoon met z'n allen naar binnen, laten we gewoon gaan, bla bla bla. Hij zegt, alleen 5 mensen kunnen eten, we zeggen, is goed. Hij zegt, zitten we hier, komt er een vrouw. Zegt zo opeens, ja, mag niet. Ja. En zij zijn nog 4 personen in plaats van 5. Ja, ze wil nog korting erop gooien. Wij komen hier heen lopen en je ziet 5. Maar wij vallen toch niet met lastig, bro, ik snap het niet. Ja, dit vind ik wel jammer, man. Dus, voor de, hoe noem je dat, omgang met klanten, min 10. Boys. Dat is de hoofdstad van China. Tokyo. Beijing. We gaan een game spelen, wie als eerste de antwoord weet. Wat is de hoofdstad van Tunesië? Tunesië City. Nee. Oké, laat me lang doen waar ik het zou Oké, wat is de hoofdstad? Ah ja, maar chat me gaat jullie blazen bij deze. Wat is de hoofdstad van Ethiopië? Addis Ababa. Dit is een vraag voor jou, hè. Jij moet, ja, dit is voor jou, hè. Spel accommodatie. A-C-C. O-M-O-D-A-T-I-E. Accommodatie. Accommodatie is met 2 M en niet 1. En wat. Jongens, wat jullie niet weten over Wavy is. Wavy is een hele creatieve producer. En deze producer, al 15 jaar in de game. Wat? Uit Mos. Hey, pas me ook een Fanta, broertje. Pinko. Deze Fanta ziet er vreemd uit, maar hij is wel echt lekker, man. Oprecht. Dit is de lekkerdere Fanta, hè? Ja, maar hier staat ook Naranja. Dit is die Fanta, die hebben ze ook in Marokko. Wanneer was je in Marokko dan? Nooit, maar ik wil je net zeggen. Deze hebben ze ook in die Marokkaanse winkeltjes. Kijk, snap je? Ik als Marokkaan kan het bevestigen. Dat klopt. Dit is die donkerdere Fanta. Yes, en deze is zoet. Hey, stil, hoor. Satisfying. Soja, hij ordert soja, ja. Ik kan bijna drinken. Oh, dit. Chicken gyoza. Gyoza, Crunchy salmon.
Oh, salmon. Tokyo Wow, Iberius Cacho. Jongens, dit zijn de taco. De nachos. Dit zijn de nachos. Dit is de gyoza met chicken. Dit is de Tokyo Bao. En dit was? Weet ik niet. En dit is de salmon. Crunchy sandwich. Crunchy sandwich. Oh, crunchy sandwich. Eerlijk, lijkt dat Roy niet op caviar. Nee, hoor. Het ziet er wel lekker uit. Ja, ik zag het niet. Het ziet er wel lekker uit. Wacht, laat me deze. Nee, nog niet eten. Je hebt gelijk. Oh, dat ook ja. Smaakt het. Even proeven. Proef, boys. Kapot lekker. Is dit niet de lekkerste nacho die jullie ooit hebben gegeten? Het is lekker, man. Hij is lekker, hè? Ik dacht die avocado zo'n vies maken, man. Die avocado is lekker, juist. Hij is een avocado. Hij is een lawyer. Alright. Dit is de gyoza. Japanners kunnen goed koken, hè? Laat me nog één nacho pakken in de tussentijd. Hij is raar lekker. Dit is de biyosha katsu. Nee, dit was iets met een kroket. Dus eend kroket. Je gaat nu eend eten. Een eendje. Goed, kroket. Ik hou niet van kroket. Zo is dat letterlijk kroket. In het Japans. Die is volgens mij echt lekker, man. Oh, maar deze. Deze is magisch. Ik heb mijn noedels binnen. Met egg. Met wat? Met egg. Egg met een K, hoor. Ja. Die man zei egg met een K. Sorry, egg. Wil je dat horen? Nee, egg. 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 Ik moet die egg wel kapot maken. Zo. Oh, man. Ja, dat lijkt me niet een goed idee, man. Yuzu. Wow, dit, man. Waar het mixen, broer? Hij doet op de fiets. Waarom beweeg je zo mee? Ik ben echt benieuwd hoe jij een sliert gaat krijgen met die stokjes. Wat zal ik je nu haar fijn laten zien? Go chat man. Go, go, go chat man. Go, go, go chat man. Man, bijna met z'n handen gepakt. Oh, dit? Wauw. Slow down, Hamad. Lekker? Mhm. Ja? Mhm. Ziet er ook lekker uit opeens. Nou, wat smaakt het? Ei met noedels. Daar zit ook tonijn in. Ik heb nog nooit iemand op zo'n mooie manier noedels zien eten. Zo, je hebt een goeie man. Een goede bite. Oh, die is niet bang hoor, jongens. Ja, hè? Hij is erg. Hij is gewoon botsvlot. Nog met die ei zo erbij. Ik heb rijst besteld met kip. Hoe ga ik rijst eten met stokjes? Hey. Makkelijker. Laten we wachten op meer gerechten. Kijk eens, ijs op de grond. 4-3-3. Dit is echt zo goed. Trainer, hoe gaan we spelen? Bro, maar opstelling. Trainer, zet mij bliks bij te zoeken. Oh, dit is keeper. Dit is Van Dijk. Blind, Dumfries. Hij filmt gewoon. Simons. Ik wil wel. Oh. Jongens, ik wil jullie alvast wel bedanken voor de video kijken. Dankjewel. Like, abonneer, deel. De camera is leeg, dus we moeten nu roeien met de riemen die we hebben. We gaan nu snel alles proeven. We beginnen met deze. Is die lekker? Hij moet kree. Nu ik. Hij zegt Scalo lekker. Kauw. Ik zei het dus hoor. Mm-hmm. Wat is dit oké? Wat voor cake is dit? Filipino cake. Mm-hmm. Hey yo. Niet mijn ding. Ah, misschien wel. De man zag niet mijn ding voordat hij had gegeten. Weet jullie dat niet in de bar? Deze? Spoor me dan, bro. De pancake bueno. Span, die pancake, hè? Die Japanese pancake. Werkt, die wat? De Japanese pancake. Mm-hmm. Japa, hè? Filipino. Is het dan ook van Filipijnen of zo? Weet ik niet. Ik denk niet de Filipino, ik weet niet wat erin zit. Bro, Enes, hou even je bek dan. Ik doe echt niks. Ik weet niet of die lekker is of niet lekker is. Ik ga eindbezien. Precies. Daar vroeg ik mee geen.
Beslis snel. Je moet goed eten. Die smaakt van later. Hier is waardeloos. 1%. Waardeloos? Laatste Oreo. Goeie. Formidable. Lekkerste was pancake. Boys, wat voor cijfer geeft dit restaurant? 7. 9? 7,9. Een 9. Jij 7, 7, 7. 7. Ik denk, ik ook een 9, dus het wordt een 8. Wij geven het een 8. Met klanten omgaan kan wel wat beter. Snelheid was oké, was niet te erg. Smaak, top. En I love you, zo abonneer.